Dag kijkers, gedonder in Oekraïne. Het was al voorspelbaar. Het was al voorspeld zelfs. En ik weet dat je op YouTube heel voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Ik heb net daarom een heel lang filmpje. Dat was 10 minuten of zo, want anders slaat die camera vanzelf af. Dus hoe dan ook. Rond die tijd. Ik heb een lang filmpje heb ik opgenomen waarin ik mijn kijk op de zaak geef. Maar dat komt niet hier op YouTube, want we kennen ze. Dus ga daarom bekijken op mijn andere kanaal. En misschien doe ik er nog wel een kanaal bij, want de censuur is niet van de lucht. Dus bekijk het daar. Mijn punt is, zoals altijd, ga zelf op onderzoek. Als je het moet hebben van de mainstream media, van de televisie, de NOS, RTL, SBS, BBC. Of je denkt dat er nog een kwaliteitskrant is, of je moet de andere krant lezen. Dan kom je bedrogen uit. Dan loop je achter de verkeerde aan. Dus daarom een groter filmpje, maar ga het daar maar op zoeken. Dan leg ik uit wat ik ervan begrijp. Dan moet ik nog steeds zelf